Heeft u een budget zorgpolis? Lees dan vooral de kleine lettertjes. Want u kunt dan niet zomaar in elk ziekenhuis terecht. Goedenavond. De muur van Mussert in Lunteren. 40.000 NSB'ers kwamen daar bij elkaar. Moet je van zo'n plek nu een monument maken? Dit is een beladen muur. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hem daarom maar moet vergeten of weg moet doen. En de gemeente zit ermee in hun maag. Vluchtelingen die mogen blijven zoeken naar een huis, maar die zijn er bij lange na niet genoeg. Er is onrust ontstaan rond de budgetpolissen van zorgverzekeraars. Gelderlanders die 1 januari zo'n goedkope zorgverzekering hebben afgesloten, ontdekken nu wat de consequenties daarvan zijn. Bijvoorbeeld dat ze niet meer in het ziekenhuis in hun eigen woonplaats terecht kunnen. En aan de balie van het ziekenhuis leidt dat tot veel vragen. Op de redactie verslaggeefster Annemieke Schakelaar. Annemieke, mensen weten toch dat je met zo'n goedkope budgetpolis en een lage maandpremie niet meer alles vergoed krijgt? Ja, want dat betekent dat je bijvoorbeeld alleen nog maar terecht kunt in ziekenhuizen waar jouw zorgverzekeraar zorg met korting heeft ingekocht. Of dat je zelf meer moet betalen aan je behandeling. En als het goed is, weet je dat ook. Want er is heel veel voorlichting geweest, veel waarschuwingen ook. En vooral, het staat in de polisvoorwaarden. Dus op zich is het een eerlijk product. Ja, het is in die zin voor een kleine groep een eerlijk product. Alleen als je naar het totaal kijkt, dan is de vraag natuurlijk van ja, waarom verzekeren wij ons met elkaar? En de grote vraag blijft gewoon, kan iedereen dit wel goed inschatten? Er zijn ook heel veel mensen die niet zo makkelijk die keuze kunnen maken en niet altijd de consequenties ervan kunnen doorzien. Vandaag zit het ziekenhuis er misschien nog in, volgend jaar in de nieuwe contracteerronde weer niet. Of een stukje van het ziekenhuis niet. Het is bijna niet te volgen, ook voor mij niet. Ziekenhuizen proberen die problemen te voorkomen. Het ziekenhuis Rivierenland en Tiel en omstreken bijvoorbeeld kijken elke keer wie staat er ingepland bij de dokter met een budgetpolis. En diegene wordt extra gewaarschuwd van kijk uit. Als je bijvoorbeeld een budgetpolis bij Achmea, Menses of VGZ hebt en je krijgt iets aan je meniscus, kun je niet in Tiel terecht. Nou, dat extra waarschuwen betekent natuurlijk veel extra kosten en tijd. En desondanks ontstaan er toch problemen, bijvoorbeeld bij de Gelder ziekenhuizen. Nou, wij merken dat er heel veel vragen komen over die budgetpolis en dat het toch voor heel veel mensen niet duidelijk is. Een voorbeeld van een meneer die op de polikliniek in Lochem op verzoek van zijn huisarts daar bloedonderzoek liet doen. Iemand die in Lochem woont. Die nu opeens geconfronteerd wordt met het feit dat hij daarvoor niet meer terecht kan in Gelder ziekenhuizen. Maar dat hij bijvoorbeeld naar Deventer moet of ik noem maar een ander ziekenhuis. Dus die moet opeens enorme kosten maken. Ja, en die Gelder ziekenhuizen zitten in een gebied met heel veel Achmea-verzekerden. En daar hebben ze dus geen contract mee af kunnen sluiten. Net als de helft van de ziekenhuizen in Nederland trouwens. Ja, als ik jou goed begrijp, is er eigenlijk niemand blij met die budgetpolissen. Nou ja, als je gewoon lekker gezond blijft of je bent bereid wat verder te reizen voor een behandeling, ben je heel goedkoop uit met zo'n budgetpolis, want je betaalt weinig premie. Maar het is risicovol. En de patiëntenfederaties wijzen er ook op dat het solidair zijn met elkaar steeds verder ondermijnd wordt. We zouden bijvoorbeeld allemaal mee kunnen betalen aan een veilige geboorte en bevalling voor moeder en kind. Maar straks zijn er alleen nog maar vrouwen in vruchtbare leeftijd die betalen voor de polis waar dat in zit. En de ziekenhuizen zeggen ook, eigenlijk zien wij niet op welke manier dit nou de zorg goedkoper maakt. Annemieke, dankjewel. En als u wilt, dan heeft u nog tot 1 februari de tijd om uw afgesloten zorgpolis te wijzigen. Moet de muur van Mussert in Lunteren een officiële status krijgen als monument? De gemeentelijke erfgoedvereniging vindt van wel. Mussert was tijdens de Tweede Wereldoorlog de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging NSB. Die partij collaboreert tijdens de bezettingsjaren met de nazi's. Bij de muur werden massabijeenkomsten gehouden. Het plan voor de monumentenstatus leidt tot felle reacties van Joodse organisaties. Plaatselijke oud-verzetstrijders zijn genuanceerder. Het is dit Nederlandse volk. Dit is geïnspireerd door wat Hitler in Nuremberg deed. Die had daar weliswaar veel groter, maar die had het soortgelijk idee in. Een muur met een spreekgestoel en een groot vergaderplaats ervoor. Maar wij zouden het zelf toejuichen dat er een echte monumentenstatus aankwam, omdat die dan ook beter beschermd is. Het is geschiedenis. De NSB is deel van onze geschiedenis. Wel een niet zo fraai deel, maar het hoort er wel bij. Maar het is ook voor mij is het ook een monument wat moet blijven staan als teken van waarschuwing.
Tja, dat was Chamberlain die dan hier bij de kaart staat, hè? Die dan dacht dat hij die man met de snor, dat hij die in de gaten kon houden en dat hij die kon manipuleren. Maar dat is toch van een naïviteit. Het is een onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Een negatief onderdeel zou je het kunnen noemen. Maar ik vind het wel van belang dat dat behouden blijft, dat het verhaal behouden blijft, want daar gaat het om. Als die muur geen verhaal had, dat is zomaar in het landschap stond, punt, verder niet. Maar het is een muur met een verhaal en daarom vind ik dat die behouden moet worden. Het emotionele aspect moet niet verwaarloosd worden. Het is een beladen muur. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hem daarom maar moet vergeten of weg moet doen. 10 jaar geleden wilde de gemeente Ede de muur al een monumentenstatus geven. Maar vanwege veel protest ging dat toen niet door. De gemeente denkt nog na over het huidige plan. Kent u dat? De koelkast opentrekken en producten vinden waar de schimmel al op zit of melk die verzuurd is. Elk jaar gooien we in Gelderland per huishouden ruim 100 kilo voedsel weg. Melkunie in Nijkerk produceert vanaf vandaag verse melk die langer houdbaar is. En dat is een nieuwe poging om onze voedselverspilling te verminderen. Want we kunnen er wat van met ons allen. De getallen. In 2013 gooiden we voor 2,5 miljard euro weg. Dat komt neer op bijna 350 euro per huishouden. En wat gooien we dan zoal weg? Groente staat op 3, op 2 brood en op 1 melk en melkproducten. Ondanks allerlei campagnes zijn de getallen in vergelijking met voorgaande jaren niet echt gedaald. De consument is over het algemeen de grootste verspiller. Dus 40-50% van wat er verspild wordt in die keten zit bij die consument zelf. Het ministerie van Economische Zaken wil dat de verspilling aan het eind van dit jaar met 20% is gedaald. Je ziet wel bij sommige delen van de keten dat het wel substantieel minder wordt. Maar wil het echt die 20% haalbaar zijn, dan zal ook de consument minder moeten gaan verspillen. En dat zien we nog niet. Meestal zijn het als je iets mixt met elkaar en dan wordt in de koelkast gezet en dan vergeet je het weer. En dan een paar dagen later dan heb je het gezien en dan denk je, ja nee, nou kan het niet meer. Je hebt altijd wel iets dat je denkt, nou het is niet meer helemaal vers, dan gaat het foetsie. Een van de oorzaken van verspilling komt nog steeds door de houdbaarheiddatums op verpakkingen. Als die verlopen is, gooien we het te vaak weg. Let wat meer en gebruik je eigen zintuigen om te bepalen of iets nog goed is. Die houdbaarheidsdatum is niet heilig. Je kunt je eigen zintuigen gebruiken om te bepalen of melk of yoghurt of wat dan ook of nog goed beëetbaar is. Alsjeblieft een gratis sjaal, zomaar, omdat het koud is. Ja, eens even te kijken wat een mooi plekje is, dat die snel gevonden wordt. Straks meer over een initiatief om gewoon eens iets aardigs voor elkaar te doen. Door binnendeuren dicht te houden bij een brand kunnen levens gered worden. Dat was de belangrijkste uitkomst van een brandproef van de Brandweeracademie en Brandweer Nederland in Zutphen. 6 slooppanden in de wijk Achtermars werden in brand gestoken om te kijken hoe een brand in een huis zich ontwikkelt. Rookontwikkeling blijkt het grootste gevaar, maar als je de binnendeuren gesloten houdt, heb je een paar extra minuten de tijd om te vluchten. Volgens Brandweer Nederland bevestigt deze brandproef het belang van rookmelders. De Nederlandse volleybaldames gaan in september proberen heel ver te komen op het Europees kampioenschap. De poolwedstrijden worden gespeeld in Apeldoorn. En daar maakte de nieuwe bondscoach vandaag op spectaculaire wijze zijn entree. De nieuwe bondscoach komt letterlijk uit de lucht vallen. Aan burgemeester Berends van Apeldoorn de taak om hem officieel te verwelkomen. Ja, het is voor mij ook een novum. Hij zal binnen, ik denk, een kleine 5 minuten landen hier vlakbij het Omnisport. En dan zullen we hem echt hartelijk welkom heten en gelijk ook deze geweldige arena laten zien waarin de wedstrijden van ons dameslandelijk team plaats zullen gaan vinden in september van dit jaar. De helikopter landt en daar is hij dan. Giovanni Chidetti, de Italiaanse succescoach die de Nederlandse volleybalsters naar de top wil brengen. I really believe a lot in the potential of this team. Met dus een belangrijke rol voor de stad Apeldoorn. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat ik verwacht dat er hier kunnen duizenden mensen in en ik verwacht ook dat die er gaan komen. Maar het geeft gewoon aan dat we er helemaal staan als volleybalstad van Nederland.
Zoekt u iemand voor een klusje thuis, zoals een lamp ophangen? Of heeft u verstand van auto's en wilt u die kennis wel delen met iemand? Daarvoor kunt u nu naar de deelwinkel in Nijmegen. Die opent vanaf vandaag de deuren en het is de eerste deelwinkel in Nederland, zegt oprichter Jules Martin. Zo hebben mensen iets ingevuld. Nou, een hondenuitlaatbeurt, vogelspotten, een interview met tekst erbij, oppassen op de kinderen, ja, taart, biologische taart, ga zo maar door. Het gaat dus niet zozeer om spullen, maar om klusjes, tijd en kennis die mensen kunnen delen. Er komt geen geld aan te pas, want de winkel is niet commercieel. Het idee achter de deelwinkel is om de wereld positiever te maken. De film Op de rand van land en water over het hoogwater van 20 jaar geleden is nog altijd ongekend populair. De kaartjes voor de twee filmavonden in Druten waren binnen een uur uitverkocht. En intussen hebben ruim 25.000 mensen de film uit 1995 al gezien. Ik denk dat ik 10 keer op mij in die jaren heb gewoond. En wat is er gebeurd? Niks. De film, die is gemaakt door de lokale filmer Jos Kruisbergen, belicht vooral de verplichte evacuatie van de inwoners van het land van Maas en Waal en de impact daarvan. Ja, dat was paniek. We zijn zelf heel lang nog gebleven. Ik dacht, ik wacht nog een tijdje. En ik ben s'avonds gegaan en toen kon je eigenlijk heel snel een lijn meerijden. Er was niemand meer. Het was echt een spookdorp. Iedereen was gewoon weg. We hadden een kleine 130 stuks vee toen die tijd. En maar goed, het heeft een enorme impact als je weg moet met je vee. Het water, ik heb zelf gevaren, dus ik weet, water is heel sterk, hè? En stromen de berg erbij. Ja. Kijk, achteraf is alles heel makkelijk te analyseren. En we hebben nu een beetje een smile op ons gezicht. Maar vanuit de wetenschap dat het allemaal goed is afgelopen. Hoe helpen we asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben aan een huis? Dat is een vraag waar veel gemeenten mee worstelen. Het vinden van een woning voor asielzoekers was al moeilijk, maar de komende jaren wordt het nog lastiger. Den Haag vindt dat gemeenten 2 keer zoveel vluchtelingen aan een huis moeten helpen. Maar dat geeft een grote spanning op de woningmarkt, want er zijn nu al lange wachtlijsten voor goedkope huurwoningen. Het Gelders Orkest musiceert met schoolkinderen uit asielzoekerscentra. Het is een manier om hun gedachten te verzetten en ze via de muziek kennis te laten maken met Nederland. Een groot deel van deze kinderen woont in het AZC in Winterswijk. Zo ook de 15-jarige Mohammed uit Syrië. Hij vertrok 9 maanden geleden met zijn broertjes, zusje en moeder naar een vluchtelingenkamp in Turkije. En kon vorige maand worden herenigd met zijn vader, die al in Winterswijk woonde. Ze weten al dat ze in Nijmegen gaan wonen. Maar een huis hebben ze nog niet. Wel een verblijfsvergunning. En toekomstplannen. I want to go student swimming and I want pilot. Het wachten duurt ongeveer 2 tot 5 maanden. Maar klagen, dat doet geen enkele asielzoeker volgens Vluchtelingenwerk. Maar kwalijk vinden ze het wel. Nee, ze zitten niet blij in een asielzoekerscentrum. Wel tevreden dat ze veilig zijn, maar in afwachting van de volgende stap. Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten. Hoe groter de gemeente, hoe meer nieuwe inwoners. Op 1 januari van dit jaar liep meer dan 50% van de Gelderse gemeenten achter met die huisvesting. De gemeente Lingewaard worstelt, net als een hoop andere gemeenten, met het probleem. Volgens de wethouder is het geen onwil dat ze te weinig vluchtelingen aan een nieuw thuis heeft geholpen. Vindt u dat u te zwaar belast wordt? Wat is te zwaar? Je moet kijken wat je kan handelen. En als we op dat moment geen beschikbare woningen hebben, dan kunnen wij mensen niet plaatsen. Op dit moment is 30% van de asielzoekers die in een centrum woont aan het wachten op een woning. En dat aantal gaat waarschijnlijk oplopen komend jaar. Zolang de instroom zo hoog blijft als dat die nu is. En het lastig is om statushouders uit te plaatsen naar woningen in gemeenten, hoopt het op in de centra. Het afgelopen jaar was de huisvesting al een probleem. Maar het komend jaar, zo verwachten de Gelderse gemeenten, gaat het probleem nog groter worden. Er worden meer asielzoekers toegelaten en Den Haag eist van de gemeente dat ze 2 keer zoveel vluchtelingen een huis geven. Volgens Peter Boelman, hoogleraar woningmarkt, gaat dat voor problemen zorgen voor woningzoekenden. Ja, je ziet dat de inschrijfduur, de wachttijd voor een sociale huurwoning neemt daardoor fors toe.
Je moet je voorstellen dat ongeveer een derde tot een vierde van de woningen die wordt toegewezen aan mensen met een urgentie. Dat kunnen mensen zijn die uit een inrichting komen of uit een sloopwoning. Nou ja, dan is er nog een behoorlijk deel, dat kan ook een derde tot een kwart zijn, wat je moet toewijzen aan mensen met een status. Nou, dan hou je maar heel weinig woningen over voor gewoon de reguliere woningzoekenden. Met name ook omdat het aanbod afgenomen is. Afgelopen half jaar moest Lingewaard 25 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Komend half jaar is dat 38. En dan hebben ze ook nog een achterstand weg te werken. Er is maar een beperkt aantal goedkope huurhuizen beschikbaar en de wachttijden lopen op voor de andere inwoners. En dus wordt er naar andere oplossingen gezocht. Maar wie gaat dat betalen? Nou, daarover wil ik wel het gesprek aangaan met het Rijk. Om te kijken hoe kunnen we dit oplossen. Want wij kunnen wel heel veel dingen om gaan bouwen. Particuliere huizen, gebruik voor verblijfsgerechten. Maar er zit altijd een kostenplaatje aan. En dat moet je altijd afwegen. En ik vind wel dat het Rijk ons daar wel wat in tegemoet zou kunnen komen. Dus dat gesprek gaan we zeker aan. Nou, op de korte termijn moet je zorgen dat er alternatieve ruimte beschikbaar komt. En dan moet je denken aan gebouwen die leeg staan. Dat zijn vaak kantoren, fabrieken. Die kun je tijdelijk inrichten voor wonen. Daar zijn allerlei concepten voor ontwikkeld. En op de middellange termijn moet je gewoon zorgen dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar gaan komen. Afwachten dus. Ook voor Mohammed en zijn familie. Al overheerst bij hun de dankbaarheid. Holland haven't everything. And Holland safe haven't war. And people good, very good people. Ook ADES, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, bevestigt dat er een toenemende spanning is op de sociale huurmarkt. En dan, zomaar door een wildvreemde verrast worden met een cadeautje. Dat gebeurt niet vaak, maar de kans wordt wel steeds groter. De Facebookpagina De Anonieme Sjaal groeit de laatste dagen explosief. De initiatiefnemers delen anoniem gratis sjaals uit in de hoop dat de vinner vervolgens ook een mooi gebaar maakt. En dat idee lijkt te werken. Linda Schijgrond uit Renkum is een van de initiatiefnemers van De Anonieme Sjaal. 2000 leden in 3 dagen tijd kent de Facebookgroep nu. De leden droppen zelfgemaakte sjaals voor de eerlijke vinder. En waarom? Het is leuk om iemand gewoon te zien lachen die dat niet verwacht. Ook niet per se heel hard nodig heeft, maar gewoon iemand spontaan verrassen. Wanneer bent u voor het laatst verrast? Nu. Maar vandaag gaat Linda ook weer zelf iemand verrassen. Maar waar laat je anoniem een sjaal achter? Ja, dat is even zoeken. Ja, dus even te kijken wat een mooi plekje is, dat die snel gevonden wordt. Het is inmiddels de 4e sjaal die Linda neerlegt. En dit keer blijven we ook even kijken wat er gebeurt. Mevrouw. Hallo. Had u in de gaten dat er iets extra's in uw mandje lag? Ik dacht, het is iemand die heeft de verkeerde fiets of zo. Die heeft het in het verkeerde mandje gestopt. Ja? En wat doet u met een gegeven paard? Niet in de weg kijken. Dus hij is? Leuk. Ja, ik vind het een heel leuk gebaar, absoluut. Ja, fijn. Leuk. Misschien dat ik hem ook ga gebruiken. Nou, dat zou helemaal leuk zijn. Hij valt lekker op. Ja. En wat vindt u er nou van dat u niet meer anoniem bent? Dat is maar tijdelijk, denk ik. Ja, benieuwd of we die sjaals ook nog echt nodig hebben. Blijft het nog even winter in Gelderland, Renier? Nou, eventjes dan, tot en met zaterdagochtend. Vanaf de middag, dan is het weer de beurt aan de dooi. Vandaag was het ook winter in Gelderland. Het was wel tamelijk bewolkt. In de nacht heeft het licht gevroren, maar ook overdag kwam de temperatuur met moeite maar omhoog. En uit het wolkendek viel op een enkele plek ook een vlokje motsneeuw. Het stelde niet veel voor. De opklaring is middags in de 3 noordelijke provincies. Gelderland bleef toch wel een hele lange tijd grijs. Maar toch zou het vanavond en vannacht wel op sommige plaatsen wat verder kunnen gaan opklaren. En dan daalt de temperatuur toch wel weer tot een graad of 3 onder het vriespunt in de opklaringsgebieden. En morgen denk ik dat de zon toch wat vaker te zien is. We zullen het blauw dus soms kunnen bewonderen. Het winterzonnetje zal vast wel een plek vinden om er doorheen te breken. Maar er zullen ook wolkenvelden zijn. En het is moeilijk om aan te geven waar nou de meeste wolkenvelden morgen zitten. Ik heb een beetje het idee dat het vooral richting Duitsland, maar dus ook richting de Achterhoek, dat daar de bewolking wel eens wat dikker zou kunnen zijn. Middagtemperaturen 0 tot plus 1. Er is maar weinig wind. En dan zaterdagochtend sneeuw. Sneeuw die in Gelderland blijft liggen. Tijdelijk een sneeuw.
sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter, misschien wel lokaal 5. Maar 's middags komt de zon tevoorschijn, steekt er een westenwind op en gaat het dooien tot misschien wel 4 graden. In de avond en nacht opklaringen en kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. En vanaf zondag dan echt een langere tijd dooi. Temperaturen stijgen naar 7 overdag en soms ook regen. Dit was Gelderland Vandaag. Als u een budget zorgpolis heeft, dan doet u er goed aan de kleine lettertjes te lezen. U kunt namelijk niet zomaar in alle ziekenhuizen terecht. Tot 1 februari kunt u de zorgpolis aanpassen. Tot zover. Wat protesteren de Gelderse thuiszorgers vanavond in Den Haag met de staatssecretaris bespreken? Dat ziet u later op de avond op de site gld.nl en op onze app. Fijne avond nog.